Memphis in the open air. Good morning! Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Als je nog niet bent geabonneerd, doe dat dan even. Zo kan je op de hoogte blijven van wat ik allemaal doe. En zo kan je ook zien wanneer er een nieuw filmpje online komt. Ik ga me nu opmaken. Ik heb nog 5 minuten om helemaal volledig in de make-up te komen. En jullie gaan gewoon met me meekijken. Voor de mensen die dat willen weten. Ik heb net een verschrikkelijke breakdown gehad onder de douche. Ik heb gehuild als een baby. En waarom vertel ik dit? Omdat het soms lijkt alsof mijn leven perfect is. Maar mijn leven is niet altijd perfect. Ik heb ook gewoon momenten dat ik me gewoon niet oké voel. Dat ik niet lekker zit in mijn vel. En ik wilde dat toch even met jullie delen. Jullie gaan zo meteen weer kijken naar een hele leuke vlog. Alsof er niks aan de hand is. Alsof er niks is gebeurd. Want daar ben ik heel erg goed in. Maar er is wel degelijk wat net gebeurd. Ik had een breakdown waarover. Dat doet er niet toe. Maar vergis je daar gewoon niet in. Zelfs Beyoncé heeft issues met haarzelf. En zo heeft iedereen issues met zichzelf. Maar José is er. En die ga ik niet lastigvallen met mijn problemen. Dus dat was eventjes tussen jullie en mij. Good morning! We gaan 2 filmpjes vandaag opnemen. Zie je, ik ben weer helemaal in die vlog business. Zag je dat hoe snel die switch was? Ik ga niemand vertellen dat ik zo snel kan switchen. Voor wie ben ik zo mooi gekleed? We gaan toch een filmpje opnemen? Moet toch voor kwaliteit zijn? Alright, ik heb me klaargemaakt. Zij is ook al klaar. Ik moet alleen zijn blouseje aantrekken. Ik moet heel nodig plassen eigenlijk. Eigenlijk moet ik dat nu doen, maar ik heb daar eigenlijk geen tijd voor en geen zin in. Maar ik moet eigenlijk heel nodig plassen, dus dat ga ik nu doen. En dan gaan we 2 filmpjes opnemen vandaag. En tegelijkertijd hou ik jullie op de hoogte. Want ik heb ook nog maar 38%. Oh, jongens, deze lipgloss heb ik dus... Wanneer was het? 2 dagen geleden heb ik deze lipgloss gekocht. En I love it. I love it. Alright. Ah, dat is die kippen. Ja, dat zijn in de auto. Kimberly is er ook. Hey poes. Hi. De opnames gaan we zo meteen doen in deze witte range. Maar hij heeft even een technische fout en die moet even gefixt worden. Het is echt een lekker nummer en iedereen moet weten. Love is in the open air. Yeah, all of you, let me be, I don't care. Want je krijgt alleen maar aandacht. Ik heb likken en die whisky maakt je dizzy. I said nobody can do it like you. I said nobody. Can't move it like you, DJ. Ding, ding, ding. I'm so. Ja, we zijn hier voor business. Right, we gaan nu de eerste scène gaan we opnemen. Dat betekent dat ik van de. Dat ik uit het huis kom lopen en mijn jurkje vliegt omhoog. En Danny staat daar om het hoekje te kijken. Het is toch belachelijk, dit? Dat gaan we doen. Als dat klaar is, gaan we door met de volgende shot. En dan komt José aanrijden in die Hummer. Hummer. In die range. En dan haalt hij ons op. Yes! Ik denk dat het nog goed is. Abo. Later. Zo. Bam. Is mooi, hè? Ja, kijk wat ik gefilmd heb. Ja, de shot van de auto zit erop. En we gaan nu lekker lunchen, echt lunchen. Maar we gaan tegelijkertijd ook vastleggen op camera. Dan hebben we dus eigenlijk 2 in 1, dat is dus perfect. Gaat goed toch? Ja. Doe dan. Wat moet ik dan? Deur dicht maken. Oh. Netjes, hè? Dat doet hij netjes, hè? Alright, we zijn onderweg naar de volgende locatie. We gaan daar nog even filmen en we gaan vandaag ook nog een ander filmpje opnemen. Dus het wordt even hard werken, maar we gaan, tenminste ik ga nu eerst even ontbijten. Ga er maar lang, ga er maar lang. Het is nu 2:30 en ik ga ontbijten. Ja, we zijn aan het opnemen, José heeft lekker eten. Ik heb lekker eten. En jullie zijn nu getuige hoe ik een patatje pak van José's bord.
ga je steken. Nog maar mayonaise nemen, ah nee. Ga je filmen tot het awkward wordt? Nee. Ik zal niet doen, maar jij gaat me wel echt goed idee. Die patat is lekker fresh, man. Nog maar eentje. Please. Waar is Mengetje? Is dat een nieuwe plek of zo? Meneer Police. Meneer Police. Fuck aan met die broek. Wat is er met nieuwe broek. Hey, joh, reflectie. Wat een nieuwe broek. Dus zodra je met iets past met nee, iets. Nee, omdat u altijd... Deze vind ik leuk. Deze vind ik mooi. Huh. We zijn bij de garden. We zullen een filmpje opnemen, maar geluid achtergrond is te hard. Dus het filmpje gaat niet door. Nou, dan gaan we gewoon wat drinken. Ik weet niet waar mijn telefoon is. Ik ben mijn telefoon kwijt. Het zal vast wel ergens liggen. Komt wel goed. Weet je hoe vaak ik mijn telefoon kwijt ben? Op een dag. Komt goed. Ik maak me niet druk. José is aan het stressen. Ik stress. Leuk, dankjewel. Alright, we zijn weer bij José thuis. Het is ons niet gelukt om het tweede filmpje op te nemen. We hadden veel tegenslagen, dus dan hebben we ook zoiets van, laat maar gaan. De volgende keer gaat het wel lukken. Dan is het nu gewoon niet meant to be. We gaan nu nog een klein stukje opnemen met Shaniqua. Dan gaan we het filmpje bewerken en dan ga ik naar huis. Ja. Waar ga je? Ik ga even iets pakken. Wat ga je doen? Ik ga gewoon met volgen, man. Je lult met volgen. Ik hoor hem graag. Ik vind het niet leuk dat ik je volg, no? Ga je een bak geven? Dat ga ik met je doen. Halleluja. Hé, hey, meisje, ga bij me. Wat doe je? Like this. Chilling with my bestie. Mijn gast, jij maar 8% opkomt, hè? Mijn camera is niet opgeladen. Oh mijn gast, wat een jammer. Ga je vlog afsluiten, hè? Nee, zometeen. Oh. We gaan nu een filmpje opnemen. Het laatste gedeelte van de film die we vandaag hebben opgenomen. En wat is het eigenlijk, hè? Dat is het, ja. Mm-hmm. Hey, we gaan het allemaal hier doen. Dat is het eigenlijk. Meer heb ik niet te zeggen. Meer heb ik niet te zeggen. Je hebt meer niet te zeggen? Nee, sorry. Je bent niet flink, no? Nee, absoluut niet, nee. Soms heb je dagen dat het gewoon niet gaat. En het ging vandaag heel goed. Het begon niet goed. Nee, oké, dus José, zijn dag begon vervelend. Die van mij begon vervelend, dat heb ik jullie verteld. Ik had een breakdown, dat heb ik jullie ook verteld. Oké, daarna ging het eigenlijk wel weer lekker. We hebben wel weer uiteindelijk een goede dag gehad. En nu zijn we dus dat laatste stukje aan het opnemen voor dat filmpje. En het gaat gewoon niet lekker. Dus wat hebben we besloten? Dat we het filmpje gaan editen van wat de beelden die we hebben. Ja. En dan gaan we kijken of het morgen... Of de toegevoegde waarde is, dan gaan we gewoon kijken. Want nu, het, vanaf dat we klaar zijn met die beelden, is het gewoon bergafwaarts gegaan. En dat kan soms. En het is niet erg. Maar gelukkig weten we dat allebei wel. Dat is niet zo dat ik het voel en jij niet, maar we voelen dat allebei wel. Nee, gaat goed. Nee. Het gaat gewoon niet. Nee, het gaat niet. Het begon bij Tenderloin. We willen een filmpje opnemen in een restaurant. Mijn telefoon is kwijt. Oh ja, dat ook nog. Mijn telefoon is kwijt. Niemand weet waar mijn telefoon is. Ik weet niet waar mijn telefoon is. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. En ik ga me niet eens druk maken, want ik ben mijn telefoon al zo vaak kwijtgeraakt in mijn hele leven. Dat ik niet eens meer ga druk maken, man. Hij komt vanzelf alweer terecht. Ja, en ik moet poepen. Dat ga ik erin laten. Ja, dat was het begin. Ik moet poepen. En nu hebben we net een filmpje gemaakt hoe je niet poept en zo, maar ik ga wel poepen. Oké, nou dus dat jongens, we gaan even een filmpje bewerken en dan heb ik het gezegend. Het leek alsof mijn bed verschoof. Lol.
Ik ben thuis. Dat is best wel een heftige dag. Ik begon natuurlijk vanochtend met mijn breakdown in de douche. Daarna heb ik dat ook aan jullie verteld. Daarna werd het eigenlijk een hele leuke dag. Was het gewoon heel erg gezellig. José en ik wilden nog een extra filmpje maken. Alleen dat werkte niet. Dus toen hebben we het maar ook gewoon gestopt en dat is prima. Ik ben omringd door heel veel lieve mensen. Mijn lievelingstant is hier, mijn lievelingsnichtjes zijn hier. Mijn beste maatje is hier, José. Alle mensen zijn hier. Alleen het is weer tijd dat ik weer even met mezelf ben. Want als je niet jezelf kan vermaken met je eigen gezelschap, hoe kan je andere mensen dan vermaken? En die tijd heb ik weer even nodig. Dus morgen ga ik lekker alleen op pad. En jullie gaan natuurlijk met me mee. Oh ja, mijn telefoon lag in de taxi bij meneer Bollies. Dus die krijg ik morgen weer. Dus ja, het zal allemaal wel. Ik wil jullie in ieder geval bedanken dat je hebt gekeken. En I see you later, alligator. Bye.